Ik ben Renate. Ik ben Wilfrida. Welkom bij het laatste talentenjournaal Maastricht. We gaan het vandaag hebben over de A2-tunnel. Moet u huis uit? Ik niet, gelukkig. Onze deel van de straat blijft staan. En vanaf de rode auto daar naar onder gaat het allemaal plat. Wat denkt u dat verandert met de sociale contacten? Ik denk deze buurt, veel mensen zitten buiten, iedereen kent elkaar. En als er wordt opgesplitst in flats of andere woningen, ik denk niet dat dat zal dezelfde zijn. Hoe is het gevoel bij jezelf en bij de andere mensen? Als ik woon in die deel van de straat, ik zal angstig worden. Het is, als je 30 jaar in een bepaalde plaats gewoond, en het is niet jouw keus voor weg te gaan, ik denk ik zal angstig worden. Heeft het dan ook voordelen voor u? Voor mij persoonlijk heel veel, omdat ik woon op de hoek. En ik krijg heel veel geluidsoverlast van de motorweg. Plus, we zien allemaal longpatiënten hier. Ik heb het niets gehad dat ik hier kom wonen. En so ik denk het zal een hele grote voordeel zijn. Oké, wat gaat er gebeuren? Nou, zoals we hier kunnen zien, krijgt Maastricht via het plan De Groene Loper, komt er een nieuwe ondergrondse tunnel. Die kun je hier zien. Het bijzondere daaraan is dat het een tweelaagse tunnel is. Maar veel belangrijker voor Maastricht zelf is de bovengrondse inrichting. Er komt veel meer ruimte voor de voetgangers, voor de fietsers. Je ziet aan beide kanten komt er nog maar een eenbaans weg voor de auto's. En daarnaast dan op sommige plekken nieuwe bebouwing. Waarom moet er nou een tunnel komen? Ja, Renate, dat kunnen we hier goed zien. Kijk, hier zie je de tunnel begint straks hier bij de Geuselt en gaat door tot aan het Europaplein. Bij het waarom van de tunnel denken de meeste Maastrichtenaren meteen aan het verkeer. Maar het is veel meer dan alleen het verkeer. Voor de bewoners is het straks hartstikke interessant dat er een nieuwe inrichting komt tussen beide knooppunten. En dan is er dus bovenop de tunnel veel meer ruimte voor wonen, voor voetgangers, voor fietsers. Dat betekent dat er ook weer mogelijkheden zijn voor de wijken aan beide kanten van de huidige A2-traverse, dat die weer echt gaan samenwonen. En dan kom je dus ook op zoveel meer redenen voor de tunnel. Namelijk behalve het verkeer ook de woonomgeving, het milieu bovenop, beter voor lucht en voor geluid. En meer stedelijke mogelijkheden voor de wijken aan weerskanten. Ik woon zelf op de Burgemeester Duinstraat. Dat is dan ongeveer hier. Mm-hmm. Maar wat gaat er nou voor ons gebeuren? Ja, dat zal ik je proberen uit te leggen. Straks tijdens de bouw is het zo, als je van bij de Geuselt de stad inrijdt, dan zal aan je rechterkant, aan de Maaskant, zal de tijdelijke weg liggen. Die blijft 2x2 baans. Maar naast die tijdelijke weg links komt de bouwput voor de tunnel. En naast die bouwput krijg je weer een strook, daar moeten kabels en leidingen worden verlegd. En die strook met de verleggingen, die grenst straks aan jullie tuinen van de Burgemeester Boduinstraat. En dat betekent dat een deel van jullie tuin nodig is om die kabels en leidingen te verleggen. Zijn er nog problemen die opgelost moeten worden? Nou, wat voor ons op dit moment het belangrijkste is, de laatste bewoners uit de flats moeten verhuizen. En zodat wij in de loop van 2011 kunnen beginnen met de sloop van de flats aan de President Rooseveltlaan. En verder steken we op dit moment heel veel aandacht in het uitwerken van de situatie tijdens de bouw. Hoe kun je nou op de beste manier het verkeer laten doorrijden en tegelijkertijd een bouwput hebben? Dit was de laatste aflevering van het Talentenschooljournaal Maastricht. Doei!